Maandag 29 mei is op het terrein van de Zorgboog in Bakel een kabouterbos geopend. Het is een van de vele projecten van de werkgroep Bospark. Phil Verkempen is initiatiefneemster van het kabouterbos. Van waar dit initiatief? Nou, dit initiatief komt vanuit de werkgroep Bospark Bakel. En wij zijn vorig jaar begonnen met het verzamelen van kabouters uit heel de regio hier. Dus ik denk dat de hele gemeente Gemert-Bakel wel leeggeplunderd is met kabouters. En wij zijn hier aan het schilderen gegaan omdat de kabouters er niet allemaal meer even fris uitzagen. We hebben met een aantal vrijwilligers een aantal dagen hier de kabouters geschilderd. En nu hebben wij hier een plekje gevonden op landgoed Bakel om ze neer te zetten. Blijven stappen, blijven gaan. We gingen nu weer van vooraf aan. Waarom heeft men voor deze plek gekozen? Nou, deze plek is gekozen omdat die vrij dicht bij de ingang ligt. En zeker voor de allerkleinste kinderen is dit nog gemakkelijk te lopen. En het zit ook nog heel dicht bij het zorgcentrum. Dus bij Jan de Wit en bij Sint-Jozefheil. Dus ook bewoners hier van het landgoed kunnen hier gemakkelijk komen. 1, 2, 3, 4. Zijn de kabouters het hele jaar door te bezoeken? Nee, het blijft tot de winter blijven de kabouters staan. En zodra de vorst intreedt, dan gaan de kabouters weer naar binnen. En dan in de lente gaan ze weer naar buiten. Meer een breed gedragen project in Bak. Zeker, ja, ik hoop het wel. En ik hoop ook echt dat er heel veel bezoekers op komen. En wij hebben het al gemerkt aan onze vorige projecten hoe leuk dat het is. En ja, dit is weer een volgend project waar wij zelf ook heel blij van worden. Dus...